Wat fijn, beste kijkers, dat u weer hebt afgestemd op Merwe TV. We zijn hier op dit moment in de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht, behorend bij de PKN. En dat heeft een speciale reden. We hebben een gesprekje met de voorganger van deze gemeente, dominee Joost Schelling. En die zou ons wat willen vertellen op ons verzoek over Taizé. De instelling in het algemeen, de diensten, noem maar op. We gaan naar hem luisteren. Goed, allereerst maar even iets over de uitspraak. Het is een Franse klooster, Taizé, en het ligt dus in Frankrijk. Het ligt in de Bourgogne en daar zijn al zo'n 70 jaar broeders actief. Het is begonnen als klooster om de Joodse vluchtelingen op te vangen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En de grondlegger daarvan, de broeder Frère Roger, die ging daar naartoe, zullen we zeggen, en begon daar een eigen klooster. Het belangrijkste element daarvan was dat ze zelfvoorzienend waren. Ze zorgden dus voor hun eigen levensonderhoud en hielpen mensen die hun nood en steun nodig hadden. Na de Tweede Wereldoorlog had dat steeds meer aantrekkingskracht op jongeren, met name jongvolwassenen, en begon men verder te groeien als kloostergemeenschap. Kenmerkend voor die kloostergemeenschap is steeds weer geweest dat het zich richt op jongeren en op een gegeven moment ook tegen jongeren zegt: nu ben je te oud, het is beter, zou ik maar zeggen, dat je elders je plek vindt. Hier is de plek om jongeren toe te rusten. Frère Roger vond het ook heel belangrijk om jongeren een plek te bieden waar ze los van kerk en los van bepaalde kerkelijke richting na konden denken over zichzelf in relatie tot het geloof en tot Jezus Christus. In de loop der jaren trok dat steeds meer bekijks, de kloostergemeenschap in Taizé. En sinds de jaren 70 trekken daar tienduizenden jongeren per jaar naartoe uit heel Europa en de afgelopen jaren ook uit heel de wereld. Uit Latijns-Amerika, uit Afrika en Azië. Heel kenmerkend voor Taizé is niet het feit dat het alleen maar jongeren zijn, maar is vooral ook de spiritualiteit die daar beleefd wordt. Men heeft gekozen om niet een nieuwe kerk te zijn en met eigen regeltjes en structuren, maar juist te honoreren wat jongeren zelf meebrengen aan geloof. Dus je vindt daar protestantse elementen, je vindt daar katholieke elementen, je vindt daar zelfs ook heel veel oosters-orthodoxe elementen. Op die manier wordt het geloof ook veel meer als een ruwe diamant die je verschillende kanten kunt belichten en dan ook ziet welke variëteit er in geloven is. De spiritualiteit vertaalt zich ook in diensten 3 keer op een dag, waarin vooral heel kenmerkend is de terugkerende herhaling van eenvoudige coupletten. Altijd in 1 bepaalde taal, dat kan zijn in het Latijn, dat kan zijn in het Engels, in het Frans, in het Duits, in het Italiaans, maar het kan ook gewoon Pools of het Nederlands zijn. En die liederen worden een x-aantal keer herhaald in de dienst. Doel daarvan is, zoals Frère Roger het ook destijds beschreef, is om ook naar binnen te zingen. Het geloof en in het bijzonder Jezus Christus. Taizé was voor mij in 2008 de eerste echte kennismaking toen ik met een groep jongeren vanuit Papendrecht daar naartoe afreisde. Wij hadden wel eens Taizé-diensten in de kerk gedaan. Dat wilde eigenlijk zoveel zeggen als wij zongen een aantal liederen uit Taizé
En voor de rest was het een traditionele kerkdienst zoals je hem op verschillende plekken ook in Nederland kunt aantreffen. Maar echt ter zee werd het niet. En dat ontdekte ik pas toen ik zelf ook in ter zee was en daar in gesprek met de broeders, maar vooral in die vieringen zag wat die liederen ook doet als je dat met elkaar in verschillende talen blijft herhalen en blijft zingen. En je zit naast je Portugese of Poolse buurjongen. En je voelt je ineens verbonden en opgenomen in dat grote wereldwijde geloof. In ter zee ontdekten we ook dat jongeren daar zich heel erg aangesproken voelden door een moment van bezinning en rust. Je bent daar weg van alles. Je zit op een berg ergens in het Franse platteland. En daar is niks. En daar is tegelijkertijd ook heel veel, want daar ben je één met allerlei jongeren van verschillende richtingen en kom af. Maar je vindt elkaar in hetzelfde, namelijk het verlangen om jezelf te ontdekken en om meer van het geloof te vinden. De diensten kenmerken zich ook door een moment van stilte. En dat is niet een minuutje of 1, 2. Nee, dat kan soms zelfs tot een kwartier aan duren. En die stilte, ja, dat is een moment. Wij zouden als protestanten kunnen zeggen, dat is eigenlijk de preek. Daarin zoek je naar de betekenis van de woorden die gesproken zijn uit de Bijbel voor je eigen leven vandaag de dag. Daar is dus ook gewoon alle tijd en rust om je eigen leven te overdenken. Terug in Nederland leverde het contact van 2008 mij op, toen ik nog bij de Landelijke Protestantse Kerk werkte, de organisatie van het grote evenement Ter Zee Rotterdam in 2010... toen 20.000 jongeren uit heel Europa naar Rotterdam kwamen om daar in Ahoy een serie ter zeediensten met elkaar mee te maken. Maar vooral ook om bij gastgezinnen te verblijven en daar elkaar te ontmoeten. Voor ter zee is namelijk het heel belangrijk om na een week of 2 weken in Frankrijk op die berg te hebben gezeten, om juist weer terug te gaan naar je eigen omgeving en daar te ontdekken wat het betekent om jouw geloof in het dagelijks leven handen en voeten te geven. En één keer per jaar doet ter zee diezelfde beweging ook maken en komen al die broeders naar een Europese stad toe om daar te ervaren wat het betekent om in deze tijd je geloof uit te dragen. Dat was een fantastisch verhaal over ter zee. Maar ik denk dat het ook tegelijkertijd een bijzonder goed moment is om te gaan kijken hoe het is om daar te zijn. We hebben een erg leuk informatief filmpje over ter zee en daar gaan we nu naar kijken. Een heuvel in Bourgondië verandert elk jaar, van februari tot november, in een ontmoetingsplek voor tienduizenden jongeren uit heel de wereld. Op een paar meter van de oude stenen muren is een tentendorp ontstaan waar de bewoners zich van week tot week afwisselen. Wat me te zee verbaasde was de open sfeer en je kon elkaar altijd aanspreken. Wat ik hier heb ontdekt in ter zee is dat alles zo makkelijk kan. Je slaapt in tenten, je hebt er geen moeite mee. Het eten is vrij simpel, maar ook hartstikke lekker. Je maakt snel contact met nieuwe mensen. 1, 2, 3. Wat mij het meest verrast hier in ter zee, dat was dat alle mensen, die kan je zomaar aanspreken. In Nederland is het zo, dan, als je iemand aanspreekt, dan krijg je wat moet je. En hier is het gewoon zo van heel natuurlijk dat je iedereen aanspreekt. Zo van, hey, waar kom jij vandaan? Ce qui m'a surpris à Thésée, c'est finalement ce que frère Roger voulait faire ici, mais qui me paraissait un truc impossible, c'est de créer la communion avec les gens. Je vindt er gewoon heel veel rust. Dus dat leek me heel fijn om uit het schoolleven even te zijn en ja, rust te vinden in ter zee.
Wat mij verraste in TC was enerzijds de grote massa mensen van vele verschillende nationaliteiten. En ondanks die zeer diverse achtergrond, die mensen toch een zekere verbondenheid delen. Taizé is maar een klein, eenzaam dorp als broeder Roger er voor het eerst aankomt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. 2 jaar lang ontvangt hij in zijn huis vluchtelingen, vooral Joden. Een paar studenten voelen zich na de oorlog aangetrokken door zijn plannen. Ze sluiten zich bij hem aan en worden de eerste broeders van Taizé. Ze leven alleen van hun werk en weigeren giften. Ze bidden samen in het Romaanse dorpskerkje. Spoedig is deze echter te klein voor alle die naar Taizé komen. Een broeder die architect is, maakt het ontwerp voor een grotere kerk, genaamd Kerk van de Verzoening. The Church of Reconciliation was opened in 1962, but Brother Roger felt that it was too big. But 10 years later, it was too small already. So what to do? The brothers decided to break down the back wall and to put a circus tent to extend the church. Een ander belangrijk moment in het leven van Taizé was het bezoek van paus Johannes Paulus II op 5 oktober 1986. Hij kende Taizé al vele jaren. Hij sprak woorden die velen zich nog herinneren. Comme vous, pèlerin et ami de la communauté, le pape n'est que de passage. Mais on passe à Taizé, on passe près d'une source. Oh, je me dis, on a pris conscience que Dieu nous demandait quelque chose, ça c'est sûr. Et on voudrait être, en quelque sorte, bien attentif à la belle vocation que Dieu dépose dans l'âme de chaque chrétien. Alors, on ne va pas fuir ce que Dieu nous propose, ce à quoi Dieu nous appelle. On ne va pas fuir des responsabilités, jamais. Op 16 augustus 2005 wordt broeder Roger bij het begin van het avondgebed gedood door een psychisch gestoorde vrouw. Wat deze man van vrede en verzoening in Taizé gezaaid heeft, meer dan 65 jaar lang, moet nog ruimschoots ontdekt worden. He wasn't a great theologian. He wasn't, in one sense, what some people think of as a great speaker, you know, someone who waves his arms on a podium and draws the crowds. He was someone whose integrity came through in everything he said and did, and who in his face and his figure and his voice and his presence just spoke of the possibility of living peacefully, living in reconciliation. Normaal gesproken kom je op zondag aan in Taizé en blijf je een week. Iedereen wordt in zijn eigen taal ontvangen. Jongeren komen naar Taizé om elkaar te ontmoeten, om samen elkaars vragen te delen en om te bidden. Elke dag begint met een overdenking van de bronnen van het geloof, verzorgd door de broeders van de ecumenische gemeenschap van Taizé. Ze leven met bijna 100 broeders, afkomstig uit meer dan 25 landen, samen. Daarna vinden er in groepjes gesprekken plaats waar men naar elkaar leert luisteren. Wat me tijdens de kleine groepjes en tijdens de Bijbelintroductie vooral is opgevallen, is dat je heel erg snel met een relatief onbekend persoon een heel goed gesprek kan voeren. Het kan over geloof zijn, maar het kan ook over los van geloof, over je eigen persoonlijkheid zijn. Mensen zijn heel erg open en je wordt er ook niet raar op aangekeken als je je eigen mening gewoon oprecht geeft. Ik heb in Taizé ontdekt dat je, dat klinkt heel cliché, maar dat je echt jezelf mag zijn. En dat prima is zoals je bent. En ik heb ook geleerd dat het makkelijk vrienden maken is. S'morgens, s'middags en 's avonds zijn de broeders en alle die zich op de heuvel van Taizé bevinden
samen voor een gebedsviering. Ik vind de kerkdiensten zelf heel erg mooi. Ik ga er ook echt elke keer wel met plezier naartoe. Wel eens, in Nederland zou je er wel denken, jeetje, 3 keer op een dag naar die kerk. Maar hier doe je het gerust. Omdat de diensten zijn ook niet zo lang en ze zijn ook hartstikke mooi. De diensten hier in Tessé zijn zo mooi. Dat is gewoon door de eenvoud van een aantal regels evangelie, een aantal liederen, wat niet meer dan 2-3 zinnen is. En die simpelheid, dat maakt het juist veel mooier. De gebeden in Tessé zijn speciaal voor mij, omdat vooral door de muziek, de manier waarop de liederen steeds herhaald worden. Wat je echt doet, zeg maar, realiseren wat je aan het zingen bent. Als je in Tessé bent, ervaar je wat het is om in eenvoud te leven. Dit is voor velen een nieuwe ervaring. Ik vind de eenvoud in Tessé juist een van de redenen waarom ik het zo waardeer. Omdat je de hele sfeer hier wordt gecreëerd door de mensen. Je hebt geen grote bioscoopzaal nodig, je hebt geen groot scherm nodig, je hebt geen geweldige uitgaansgelegenheden nodig om toch een hele goede sfeer te krijgen. En dat juist door die eenvoud, je wordt er op een of andere manier toe gedwongen, maar het laat je dingen beleven die je eigenlijk, die doe je normaal niet zo snel. Nou, de eenvoud hier in Tessé moest ik echt een beetje aan wennen. Ik vond het eerst niet zo heel leuk. Ik heb ook nog nooit gekampeerd, dus dat was even wennen. Maar ik vond het heel erg leuk. Uiteindelijk maakt het alles veel makkelijker en veel minder stressvol. 1, 2, 3. This is so crazy. You have Dutch people, German people and French people in the last one. Congratulations. De gemeenschap heeft geen personeel in dienst om elke week 3.000 tot 6.000 jongeren te ontvangen, zoals het geval is in de zomer. Alles rust op ieders deelname aan de praktische taken. Take 2 of them and then a plastic bag of 10 of them. I think has really impressed me here is the way there are no statements, we could say, the mission statement or vision statement or strategic plan. It is just a way of life. Ce que nous aimerions que le jeune découvre ici, c'est la confiance, je pense. Une confiance qui peut animer en profondeur leur vie et qui peut les amener à des dépassements et à une grande ouverture. On est un peu vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui me plaît beaucoup à Tessé parce que c'est vraiment être soi. Spirit and souls of the
cantar a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos a clamar al Señor. Aclamar la gloria de su nombre. We zijn weer terug in de gereformeerde kerk hier in Sliedrecht. En bij ons is komen zitten Emiel de Jager. Hij is ook lid van de werkgroep en liturg van de plaatselijke Thaizee-diensten. En ik ga hun beiden nog een paar dingetjes vragen. Zo, beste vrienden, beide lid van de werkgroep Thaizee hier in Sliedrecht. We hebben het filmpje gezien. We zijn al erg geïnteresseerd geworden. Maar hoe lang zijn we hier in Sliedrecht al bezig? Want ik begreep dat deze diensten inmiddels al een heel tijdje draaien. Emiel. Oh, ik kan geen exacte datum geven, maar ik denk dat wij zo'n 2,5 jaar inmiddels met elkaar bezig zijn om hier in Sliedrecht vorm te geven aan de Thaizee-vieringen. En ik neem aan dat dat ook een succes is. De mensen vinden het fantastisch. Wij krijgen hele positieve reacties van mensen. En inmiddels is er een redelijke vaste groep en een hele gemêleerde groep op de zondagen dat we de vieringen hebben aanwezig. Een ander puntje wat mij ook is opgevallen als bezoeker van deze diensten is de stilte, het gebed en ook de houding tijdens het gebed. Dat sprak mij aan. Kun je daar ook iets over vertellen, Joost? Ja, dat kan ik. De hele dienst is trouwens één gebed. Dus dat is ook wel heel mooi. Voor Thaizee-begrip is dat ook, je komt in stilte binnen en je verlaat in stilte de ruimte. Dat maakt ook dat niet iedereen zich daar aangesproken door voelt. Stilte is natuurlijk ook best wel spannend en eng om heel lang stil te zijn in een ruimte. Maar de mensen die komen waarderen dat dus heel erg, vinden dat ook belangrijk dat daar ook tijd voor is. En in Thaizee is er de gelegenheid, of beter gezegd, je kunt in Thaizee alleen maar op de grond zitten. De ruimte waarin je samenkomt, is gewoon een grote sporthal en daarin heb je alleen maar zitplaatsen. En dan zitplaatsen met je billen op de grond. Maar de broeders maken ook gebruik van kleine knielbanken. En die knielbanken, daarmee zitten ze vooraan in de ruimte. En die knielbanken die kun je ook zelf in Thaizee aanschaffen en voor je eigen spiritualiteit gebruiken. En een aantal mensen bij ons in de gemeente doet dat ook. En dat maakt ook, zullen we zeggen, dat je door een andere houding aan te nemen ook wel meer in die houding van rust en bezinning komt. Jesus, Nog iets wat ook fantastisch is en waar het ook heel erg om gaat, is de muziek. De beleving van de muziek, het vele zingen in de diensten. Ik heb gemerkt dat jullie daar allerlei vormen voor hebben. Soms met een werkgroep of met een koortje of iets dergelijks. Dus voordat je straks gaat vertellen wanneer de volgende dienst is, vertel eens iets over het zingen. Nou, wij variëren heel erg in de manier waarop we de liederen zingen in de vieringen zelf. Voor de hand ligt natuurlijk dat je een organist gebruikt, want dat zijn we ook gewend vanuit onze eigen traditie. Maar we hebben ook een aantal keer fluitisten in onze viering gehad en een pianist. En met de volgende viering hebben we een zanggroep, vocaal, die heel erg goed is in het vertolken van de Thaizee-liederen. En die zal zonder enig instrument, dus a cappella, ons ondersteunen in tijdens de viering en het zingen van de liederen. Jesus, remember.
de stem is natuurlijk het mooiste instrument wat er bestaat. De voice van een mens. Fantastisch. We zijn erg geïnteresseerd in de volgende datum. Emiel. De volgende viering die we hier in deze kerk zullen houden is op 12 april. Zondag 12 april, 's avonds om 6 uur. We hebben gehoord, het is vooral jongeren die gaan die reis maken naar Taizé. Maar het is ook voor ouderen, als we hier in de diensten zijn, zien we hier ook mensen van allerlei leeftijden. Maar ik begreep, jullie zijn niet voor niks lid van een werkgroep. Er komt hier in Sliedrecht komt ook een activiteit. Laat eens horen, wat ben je allemaal van plan? Het is inderdaad een dienst voor alle leeftijden. Dus op 12 april, als we een dienst hebben, zullen we zeggen, is iedereen welkom. Maar we zijn voornemens om met een groep jongeren in de meivakantie vanuit Sliedrecht naar Terzee af te reizen. En dat is heel gericht op jongeren. Dat kan ook niet anders, want voor de broeders in Frankrijk is het ook belangrijk dat er jongeren komen. Volwassenen kunnen maar in kleine aantallen, zullen we zeggen, daar terecht. Alles is ingesteld op jongeren. Wij willen graag met een groep jongeren vanuit Sliedrecht daar naartoe. Omdat, nou, dat gaf ik aan het begin van het gesprek ook al aan, je daar pas echt ervaart wat Terzee is en Terzee te bieden heeft. Wat wij hier doen is die spiritualiteit gaande houden. Maar dat is nog wat anders dan daar zijn en daar met verschillende jongeren uit allerlei landen in gesprek raken en elkaar ontmoeten. Wat we gaan doen is dat we van 3 tot en met 9 mei in Frankrijk zullen verblijven. En nou, misschien is het wel aardig, Emiel zit zelf ook in de voorbereiding daarvan. Die kan ze misschien wat meer details geven over hoe dat in zijn werk gaat en waar je kunt aanmelden. Emiel, dus graag aan jou het woord. Mijn vraag is ook vooral, hoeveel belangstelling is er al? Is er eventueel nog mogelijkheid om je daarvoor aan te melden? En zo ja, op welke manier dan? Er is uiteraard nog mogelijkheid om je in te schrijven. We hebben voor ogen dat tot het eind van maart zo'n beetje nog kan. Vorig jaar zijn we afgereisd met een groepje van 7 jongeren. Die met prachtige verhalen en hele inspirerende verhalen zijn teruggekeerd. En ja, wij zouden graag zien dat dit jaar dat aantal natuurlijk verdubbeld gaat worden. Dus wat dat betreft zijn alle jongeren tussen, ja, wat zullen we zeggen, de 18 en de 29 van harte welkom en uitgenodigd om met ons mee te reizen. Bij deze wil ik de beide heren, Emiel en Joost, hartelijk bedanken dat je ons een beetje wat wegwijs hebt gemaakt. En ik hoop dat u interesse hebt. Mocht u nog wat meer willen weten, we laten het nummer zien waarop u de commissie kunt bereiken. Waarop u ook eventueel nog zou kunnen inschrijven voor de reis. En we danken u ook voor de aandacht voor ons programma van de Zendgroep Kerken van Merwe RTV. Tot ziens.